Het leven wordt duurder. Nu al komen steeds meer mensen in de problemen. Ja, het is natuurlijk één groot festijn aan alles wat er moois in staat. Maar financieel niet leuk. Nee, inderdaad. Ja. Ik vind deze heel leuk. Ja, dat snap ik. Magic Mixies. Wauw. Want voor de Sint is dit jaar lastiger dan andere jaren. Ja, absoluut. Zeker. Hey jongens, doei. De school, daar hebben ze de afgelopen weken allemaal spullen ingezameld. Dus iedereen heeft zeg maar zijn goede spullen ingeleverd. En nou mag ik daar zo gaan kijken om iets moois uit te zoeken. Hey. Hier links is... Ja. Wauw. Ja, dit is het. Wauw. Ja. Dus hier mag je gewoon lekker gaan pakken. Bijzonder. Wauw. Ik zie nu al dingen waar ze heel blij van gaat worden, dus dat is heel fijn. Ja, het is echt heel bijzonder dat mensen dat zo bezig zijn met een ander. Ja. Wauw. Super. Emotioneert je ook een beetje, of niet? Ja. Ja, ja, absoluut. We waren vorige week op een spellenbeurs. En daar had ze het over dat ze die heel graag wilde. Dus dat vind ik echt heel gaaf. En op de beurs was het onbetaalbaar? Ja, dat kan gewoon niet. Dus om het haar nu met Sinterklaas te kunnen geven is echt helemaal te gek. Ja. Hoe keek je naar Sinterklaas? Ja, toch wel een beetje angstig. Van ja, hoe ga ik dat nou dit jaar regelen? Hoe ga ik nou dit jaar zorgen dat er met Sinterklaas toch echt wel wat leuks is? En nu weet ik dat het goed komt. Dat is heel prettig. Nou, eigenlijk was het COVID. Eigenlijk was COVID de reden waarom bij ons de financiën helemaal op zijn kop gingen. In die eerste maanden kreeg ik nog de steunmaatregel, het eerste steunpakket. Dat was maart tot met mei 2020. En daarna zei de overheid, joh, je partner heeft een inkomen. Heel veel succes ermee, je krijgt helemaal niks meer. Nee, allereerst hadden we daar natuurlijk niet op gerekend, maar mijn werk kwam op dat moment ook helemaal niet terug. Dus ja, dat viel echt, dat viel een heel groot gat. En dat is tot op heden nog niet aangevuld? Dat is absoluut nog niet aangevuld, nee. Alles wat je daarna weer denkt een beetje op te kunnen krabbelen is gelijk weer weg. Normaal gesproken zou ik hier gewoon iets opzij kunnen zetten en zouden we dus inderdaad gewoon iets met Sinterklaas of Kerst of nou ja, weet je, de wintermaanden kunnen doen. En nu is dat gewoon op voordat je eraan begint. We komen niet in aanmerking voor toeslagen, niet voor steunmaatregelen. We verdienen eigenlijk gewoon te veel. En met name op papier. Want onderaan de streep blijft het dus gewoon niet over. Het is al langer zo dat ik bijvoorbeeld 's ochtends vroeg naar de supermarkt ga en in de afprijsbakken ga kijken. En daar op een maaltijd baseer. Dat ik afhankelijk ben van wat andere mensen ons soms geven. Ik probeer altijd om te zorgen dat we... Nou ja, veel groente blijven eten. En nou ja, gelukkig zit er in de groentebak bij de Lidl regelmatig voor 25 cent het een en ander. En daar kan ik heel veel mee. En ik ben vrij creatief in de keuken, dus dat scheelt een hele hoop. Maar af en toe is het ook wel direct eruit en dan zie ik ook niet meer hoe ik het voor elkaar moet krijgen. Ik heb de pure mazzel gehad dat wij het energiecontract voor 3 jaar vast hebben gezet. En die... Daar zitten we nu nog onder, maar dat is nog een maand. En dan loopt het af. Eind volgende maand is het over. En dan gaat hij omhoog schieten. Met hoeveel? Ik heb het nog niet durven opzoeken. Ik durf het toch op dit moment niet. Er hoeft maar dit te gebeuren en je hangt. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die op dat randje hangen. Of het nog net wel of net niet meer rennen. Maar dat heel veel mensen dat ja, niet uitspreken. Ik spreek me uit omdat ik denk dat als we er allemaal stil over blijven... dat niemand het erover heeft. En dat het heel belangrijk is dat we het er wel over hebben. Dat het geen gekke financiële keuzes hoeven te zijn. Dat je geen gekke dingen hoeft te doen. Dat je geen beroerde keuzes hoeft te maken in je leven om pech te hebben, dat je aan de verkeerde kant van het randje terechtkomt.